Oké dan, beste mensen, daar zijn we weer. Dit keer wilde ik eigenlijk eens een keer beginnen met potlood en stift en kleurpotlood bedoel ik dan. Ook wel normale potlood, maar met tekenmaterialen. En dan naar aanleiding ook van dit boekje, Mijn jaar in kleine tekeningen. En ik heb hier één groot blad in vieren gedeeld en daarna er een soort boekje van gemaakt. En dan in kleine stukjes zeg maar, opgedeeld. En dit boek gaat er eigenlijk over dat je het hele jaar lekker kunt tekenen vanuit een soort schetsboek. Dat is een inleiding wat je dus kunt gaan tekenen van een foto of naar de waarneming. Beginnen met tekenen enzovoort. Nou, ik ga er eventjes doorheen door die inleiding. Maar waar het op neerkomt is dat er dus een heleboel onderwerpen gewoon gebruikt kunnen worden om te tekenen. En bijvoorbeeld is het dan de bedoeling om in deze vakjes, dat is heel klein dus, kaal of groen blijvende bomen te tekenen. Of het rommellaadje, trek dat open en ga een nagelschaatje, een kikkertje dat je tegenkomt enzovoort, ga dat hier tekenen. Het bevordert je waarneming en ook waarschijnlijk wel de creativiteit en de onderwerpkeuze die je voor je schilderijen kunt gaan gebruiken. Bijvoorbeeld mensen met laptops. Dat kan dus inderdaad weer naar aanleiding van een foto zijn, want je hebt natuurlijk niet altijd mensen bij de hand die een laptop hebben en daar ook achter zitten. Snuisterijen, je eigen handen, je eigen voeten uiteraard. En de bedoeling is dus op verschillende manieren, op verschillende materialen, droge materialen. Je kunt ook gewoon best wel met natte materialen het gaan toevoegen, zoals met aquarelverf. Dat leent zich daar prima voor, dat je er dus dan kleurrijke plaatjes van maakt. Een wirwar van snoeren, dus pak al die snoeren die je in huis hebt, of zo'n oortelefoontje, en ga daar eens je aandacht op richten. Je ziet echt een legio voorbeelden van wat je dus kunt gaan tekenen op die vakjes. Het is eigenlijk een soort aanzet tot een soort werkboekje. Ook wel een beetje iets wat dan, nogmaals wat ik zei, kan inspireren tot tot het maken van een schilderij. Maar ook om je tekenvaardigheden te bevorderen. Dus de manier van kijken. Ook de verscheidenheid van allerlei dingen. Mensen van dichtbij. Je ziet, het hoeft niet perfect te zijn. Maar gewoon juist je eigen stijl zijn. En perfect, dat is ook wel zo'n raar woord. Want een eigen stijltekening is misschien in die zin wel perfect bij jou passend. Alleen, perfect wordt vaak geassocieerd met anatomisch helemaal correct enzovoort. Je ziet hele mooie, vlotte, kleine tekeningetjes van allerlei onderwerpen. Ik heb hier zelf dus ook wat onderwerpen uit mijn laag gehaald. Ik zou dus bijvoorbeeld 8, of misschien wel, want je zag hoeveel vakjes zij openlaat voor één onderwerp. Straatgezichten, hoeveel straatgezichten laat zij? Dat is 3 keer 4 is 12 keer 3, 36 straatgezichten. Ik heb hier er maar 8. Maar goed, ik zou er bijvoorbeeld 8 kurkentrekkers kunnen gaan doen. Ik kan ook gewoon denken van, ik ga gewoon alles wat ik hier verzameld heb, even boven uit mijn kast getrokken. Dat ga ik hier opdoen. Maar het is misschien wel handig om te gaan rubriceren. Dus het toch te houden bij 8 vakjes. Of misschien nogmaals meer. Met alleen maar stenen. En dat is gaan benaderen. Het kan van alles zijn. Het kunnen koffie, thee, potjes, kopjes zijn. Uiteraard tubus. Enzovoort. Oké, ik zal in ieder geval even één een beetje beginnen. Misschien wel 2. En dan hoop ik dat... Dus deze week in ieder geval een groot deel van de mensen met dit soort dingetjes gaan starten. En misschien thuis ook wel een beetje gaan volhouden. Oké dan, om het te tekenen. Yo, daar gaan we dan.